Volgens Van der Made en collega's is de isometrische kracht van de hamstrings betrouwbaar te meten op de volgende manier. Laat de patiënt in buiklicht liggen, met de heup in 0 graden en knie 15 graden geflecteerd. Gebruik een riem voor een manuele fixatie van de handheld dynamometer en vraag de patiënt om een maximale weerstand tegen de handheld dynamometer te geven. Het is ook mogelijk om in dezelfde positie manueel te fixeren, door als therapeut achter de behandelbank te gaan staan en met beide handen de handheld dynamometer te fixeren. Voor de derde variant mag de patiënt in ruglicht plaatsnemen en de heup en knie in 90 graden flexie plaatsen. Een riem wordt hierbij gebruikt om de heup te fixeren en de patiënt mag de behandelbank vasthouden met beide handen. De handheld dynamometer wordt op de hiel geplaatst, waarbij het advies is om hem met beide handen te fixeren en uw elleboog in uw zij te plaatsen als extra fixatie. Vervolgens wordt wederom een maximale weerstand van de patiënt gevraagd. Alle tests worden 3 maal uitgevoerd, waarbij de hoogste waarde wordt genoteerd.